Deur dicht, deur dicht. En weg. Welkom en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Wat ben ik blij om jullie weer te zien. Het is vrijdag en dat betekent dat wij natuurlijk allemaal blij zijn. En ook al is het vakantie, op een of andere manier, en dat heb ik een beetje gemerkt, de helft van alle mensen die ik kende, die had zoiets van, yeah, het is vrijdag, woe! En toen zei ik tegen hun van, ja, maar het is vakantie. Het maakt niet uit wat voor dag het is vakantie. Maar toen zei ze, ja, maar maakt niet uit, het is vrijdag. Dat betekent gewoon weekend, yay! En de andere helft die ik kende was dus eigenlijk net als ik van, hey, yo, het is vakantie, maakt niet uit wat voor dag het is. Maar aan de andere kant, het heeft wel een beetje te maken, hangt vanaf wat voor leeftijd je zit. Maar als je een beetje in de puberteit zit, je bent of 16, 17, 18 jaar en je gaat veel uit, je gaat veel naar de kroeg, dan is het wel gewoon chill om op vrijdagavond of zaterdagavond te gaan. Dan is het op een of andere manier toch drukker en vind ik dan meestal gezelliger. Maar goed, 50-50, dus de helft die waarschijnlijk dit kijkt, die heeft wel zoiets van ja, en zo, vrijdag maakt niet uit, het is lekker vakantie. En de andere helft heeft dus, yeah, weekend. In ieder geval, ik vind het allebei helemaal prima. Mij maakt het absoluut niet uit. Ik ben samen met Dylan. Hey! Hey! En vleugels. Dylan, even eens kijken. Heb jij voor mij een ei? Een ei? Ga weg hoor, nee! Even kijken, heb ik een ei? Nee, die, oh, heb ik die wel. ik heb heel even Dylan geteleporteerd. Of Dylan heeft zichzelf even geteleporteerd naar mij. En ik ben heel even in game mode gegaan toen Dylan naar mij toe kwam, omdat dit huis in de fik stond. Dus maak geen zorgen, verder geen gecheat, helemaal niks aan de hand. Ik zie hier trouwens even een heks. Laten we die heel eventjes kapot maken voor de achievements. Ik heb een Minecraft trucje. Ja, ik vertrouw dat niet, want jij hebt gezegd ik wil je terugpakken en zo. Nee, dat is echt niet. Ik ga je niet eens aanraken. Kijk. Je gaat mij niet aanraken. Kom maar mee. Dat is mijn Yamagarai ook, jongen. Bam, bam, bam. Oh ja, nice, dat ijs. Je hebt Frostwalker 2. Ja, ik wist niet dat ik dat had. Hoe kom ik daar nou weer aan? Volgens mij heb ik jou die gegeven de vorige aflevering. Oh, stroomprijsje. Hey, maar goed, alles staat er in de fik en ik wil dat niet om mijn geweten hebben. Dus laten wij naar het zuidwesten. Ja, naar het zuidwesten. Nu ben ik vliegen? Ja, laten we naar het zuidwesten vliegen. Dat is die kant op. Dus F3 en dan naar het zuidwesten. Wacht. F3? En dan naar het zuidwesten. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Oh, Dylan. Je weet toch wel waar het zuidwesten is? F3. En dan zie je daar staan noord of east of south. Ja. West. Oké, dus zo, deze kant op. Ja, dus het zuidwesten. Okay. Ja, daar moeten we heen. En dan ga ik jou volgen. En ik ben alleen even vergeten. Sorry, kijkers, vergeef me. Ik ben alleen eventjes vergeten om de map te vragen van Wouter. Nu... Wacht heel even, hoor. Oh. Ja, je faalde toch? Dus ja, het faalde toch al. Ik weet nooit op welk moment ik moet. Alleen dat ik echt vanaf spring. Je lijkt Pascal wel, die heeft precies hetzelfde. Nou, je kan wel even oefenen als je wil. Oké. Dan... Ja, dat zag ik. Je hebt één vuurwerk verspeeld, jongen. Oh, ik snap het. Let op. Ik ga heel eventjes Wouter bellen in de tussentijd. Ga ik even vragen of hij misschien heel even de map kan komen brengen in de survival. Zo niet, dan maakt het niet uit. Dan gaan we gewoon naar het zuidwesten. Het is nu trouwens 12:15 in de avond. Hey Wouter! Yo! Hey, ik zit midden in de opname en ik vroeg me eigenlijk af of jij misschien in staat was om de map te brengen, de map waar de Villa Mansion is, want die heb jij nog in je inventory. De map waar de Villa Mansion is? Nou moet ik even diep kijken in mijn inventory, hè? Ja, jij hebt wel de mogelijkheid om even te kijken, mijn jong. Ik kom er nu aan, mijn jongen. Ah, oké, top. Als je in de server komt, teleporteer ik je naar mij toe en dan krijg ik het mappie. Maar wat krijg ik terug dan? Ja, dat zul je wel zien. Ik ga je iets heel leuks geven. Nee, oké, yo. Yo. Oké, Dylan. Ja, laten we snel, dit ga ik heel even met game mode doen, oké? Oké, wat? Anders dan kan ik dit niet voor elkaar krijgen. Hij is er al in. Oh shit, ga jij ergens anders heen en zeg dat hij naar jou moet teleporteren. Dan ga ik even snel een trollklaar zetten. Oké. Even kijken. Hier zo, dit is een pressure plate. En even kijken. TNT. Ik heb gezegd, ik ben naar mij. Ja, ik zie het. Doe ik heel even zo. Oh, nice. Ja, ik zorg dat hij met me meeloopt. Ja, ik lok hem. Oké, nog niet naar mij toe, Nee, zeker niet. Oké, mooi zo. Oké, heel even kijken. Hoe kan ik dit handig doen? Even kijken.
als het goed is, als ik nu dit doe... Hij kijkt me ook zo aan van, wat moet ik doen? Ja, serieus? Ja, wacht, ik ga gewoon lopen. Oké, als het goed is als ik dit zo doe, dan ziet hij het niet. Heel even dit zo. Maar als het goed is, gaat het nu wel af. Ik weet het niet zeker, want ik ben hier niet zo heel goed in. Ik weet wel dat ik even via hier weer naar buiten ga. Ah, hij ziet dat toch niet, joh. Zo, okay. Ja, hij blijft me maar volgen, dus het is veilig. Oké. Ik doe dit even weer weg. En dit even weer hier. Kom maar mee, Wouter. Oké, dit is helemaal prima. Zo, hier mijn eten. Zo, dan ga ik weer uit game mode. En dan zo. Oké, nu... Oh shit, ik zit hier vast. Wacht even. Moet ik met hem teruglopen? Hier kan hij dus niet langs. Hij moet daar. Oh shit, daar ligt nog wat. Wacht even. Heel even wachten, hoor. Ik wil het niet verpesten, maar dit wordt echt super mooi. Gaat hij zo meteen teleporteren of... En zo. Ik ben serieus. Kijk, dit is karma. Dit, dames en heren, noem je karma. Wauw. Dit is echt de hardste karma. Maar meer dan 1 miljoen. Oh ja, nee, dat klopt niet helemaal. Maar even kijken, TP en zo naar Dylan. Kom maar naar mij. Oké, welke kant ik opwijs, daar moet je heen gaan. Oké. Die kant op. Ja, maar jij nog niet, hoor. Nee. Wacht even, Wouter. Foutje van mij. Oeps, oké, deze kant ga ik oprennen. Oké. En dan ga ik heel even mijn spullen pakken. Beam, zegt Wouter. Oké, ik wil niet nog een keertje doodgaan. Oké, hier ergens is het dorp. Ah ja, ik zie het al. Oké, ik heb echt de hardste karma ooit. Het is, dat is echt... Maar gelukkig van een creeper gaan je spullen niet weg, tenzij de creeper nu nog een keer komt. Dat zal ontzettend lullig zijn. Oké, dan ga ik heel even dit doen. Zo. Arme Wouter, helemaal... Ja, die is online heel... gekomen voor het mappie. En dan is hij ook nog zo lang aan het wachten. Ja, dan wordt hij ook nog getrold. Ja, echt hè. Ik moet het heel even spastisch allemaal weer goed leggen. Wouter, waarom geef je mij een dirtblok? Hij dropt dirt. Hebben jullie het ook dat jullie dit altijd dan weer goed moeten zetten voordat je zeg maar weer iets gaat doen? Ik weet niet, zo vind ik het weer even wat fijner. Ga ik heel even nog in game mode. Kijk. Ah, creeper! Ik krijg ook bij de karma van niet het doodgaan. Opwachten van Wouter. Ja, ik heb het overleefd. Oké, misschien is het wel een beetje te verdacht. Maar ik weet het niet zeker. Ik ga dit gewoon allemaal gras maken. Zo. Moeten we oppassen dat ik er zo meteen niet overheen loop. Ja, inderdaad. Wat er ook gebeurt, Dylan, jij moet niet in het huis lopen, oké? Oké. Ik ga nergens naar binnen. Oké, ik doe game mode weer uit. Zo. Mag ik met hem komen? We staan nog steeds bij het water. En even kijken. Dan ga ik een... Oh, wacht. Ik moet toch nog heel veel game mode aan. Want dan ga ik even een chest doen. En dan zeg ik, Wouter, in het huis ligt je chest. Chest voor wat? Je cadeau, zeg maar. Denk je dat hij het gaat vertrouwen? Nee, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Laten we eerst kijken of hij zelf ingaat. Misschien gaat hij vanzelf in. Niet. Kijk hoor. Deze. Zo, hoppakee. Alles weer gemaakt. Zo, dit allemaal weg. Niks aan de hand. Dit hier. Deze in mijn hand. Oké. Ik kom je wel even ophalen. We zijn een beetje aan het bowlen met spullen. Van over het ijs gooien. Oké, TP maar naar mij. TP maar naar mij, Wouter. Ik heb de opname even gestopt. Als je hier bij mij bent, dan zeg ik even... pak wat uit die chest in het huis. Want daar ligt je cadeau, oké? Dan pak ik hem vanaf daar weer op met Dylan. Oké, misschien maakt dit het geloofwaardiger. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik ben nu in het dorp gelopen. Is cool. Thanks, bro. Super chill. Als je eerst even de map geeft moet aan mij straks. Moet ik stellen? Als ik dat vraag in de chat, oké? Oké. Oké. Dit wordt mooi. Waar gebeurt het? Ah, thanks. Ik ben echt... Oh, TP ook maar naar mij. TP Dylan naar... Ik kom eraan. Ik TP. Ah ja, nice. Oké. Hallo. Oké, als ik je in de chat zeg van... Yo, Wouter, mag ik je... Oké, zogenaamd gaan we nu weer beginnen met opnemen. Spin. Even weg. Komt ook even voor kloeren. Oké, daar zijn we weer, dames en heren. Pff, alsof hij ons hoort. Maakt helemaal niet uit. Oké, dus zeg ik... yo, Dodo, bij de kip daar. Waza. Die denk je echt dat het is begonnen. Ja, gaat hij waarschijnlijk helemaal meespelen. Supermooi. Yo. Alles kids achter de rits.
Ja, dit vind je leuk, hè, nu jij niet getrold wordt, Dylan. Ja, dat is leuk. Zie je, nu weet je hoe leuk het is om mensen te trollen. Ja, dan zit ik een beetje achter de schermen. Ah, even kijken, gaat even kijken waar alles kids achter de rits. Oh, die kip nice. Komt ook even kijken. Mag ik het mappie? Schattie? super tof, man. Thanks. Zo. Oké, hoppakee. Dat is zo grappig. Oh, nice. Epic. Oh, nice. Maar hoe gaat hij nu dat huisje in dan? Want hij heeft de mappie gegeven. Je beloning ligt in het huisje achter mij. Voor de volgende aflevering is dat... Hint heeft te maken met PvP. Dam, tadadam. Tadadadam. Leuk is dat ik nog niet eens het troll weet. Pam, padadadam, 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 pam, 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 padadadam. We lopen ook niet mee, hij vertrouwt het niet. Moet je mee, een beetje mee, een beetje mee. Hij vertrouwt er helemaal niks van. Geef hem een... Deur dicht. Deur dicht, deur dicht. Da-da-da. En weg. Hij is dood. Helemaal dood. Zie die smiley dan. Ook is geen smel meer. Oh, ik voel me wel schuldig. Hij maakt tijd voor ons vrij. Hij geeft ons de map. En wij vermoorden hem gewoon met een troll. Oh, nu ga ik wel echt iets voor hem goed maken volgende week als hij weer een keertje meedoet. Ik ga echt een cadeautje. Wouter, als je dit kijkt, sorry, maar ik ga het goed maken, oké? Okay? Maar trollen is gewoon leuk. En ik weet zeker dat je mij ook nog een keer zou trollen. Dus dat, dat gaat goed komen. Hij weet dan niet of je nog een cadeautje krijgt of niet, want dan blijf je wachten. Bedankt, Wouter. Tot volgende keer. Keer. Fijn weekend trouwens. Oh, dit is zo lullig. Oh. Dat ziet er zo lullig uit. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Alsjeblieft, hopelijk reageert hij heel lief. Van, geen probleem bro. Zie je gewoon bye disconnected. Bye. Ja. Geliefd in ieder geval. Oh, nee. Oh yes, we hebben een hartje. Oh, hij vindt het helemaal niet erg. Niks aan de hand. Fijn weekend. Zie je, hè? Geen stress, niks aan de hand. Oké, okay, er is dus wat veranderd als je kijkt op de map. En waarom ik hem niet helemaal volledig in beeld zie, is omdat ik deze torch in mijn handen heb. Kijk, dit is wat beter. Normaal gesproken moesten we naar het zuidwesten, dus naar onder en links. Maar nu moeten we naar het zuidoosten. Ja, dus wij komen al in de buurt. Wij moeten naar het zuidoosten. Ja. Dus ik zou zeggen, als jij naar het zuidoosten gaat, kijk af en toe even op mappie. Dan hebben we allebei wat te doen. Dus het zuidoosten, dat is die kant op daar. Oké, ik heb een trucje geleerd. Deze kant op, even kijken. Ja, die kant. Oh, spin. Oh, reloading all chunks. Oké. Ja, oké, okay, gaan. Want anders dan blijven we hier nog wel even bezig. Oké, dit is mijn trucje. Pam, pam. Oh ja, slim. Oh, heel slim. Ah, doei. Oh ja, nice. Oké, nu kom ik nog. Ja, ik ben er. Hoppakee. Zo lukt het altijd. Oh, je hebt een scheet gelaten. Ik ruik het. Ik vlieg helemaal achter je. Helemaal niet. En als ik hem laat, ruikt hij gewoon lekker. Ja, dat was mooi geweest, hè. Als je lekkere scheetjes laat. Ja, dan vloog je... Daarom vlieg je achter me. Je hebt het al een keer geroken. Wouter. Wouter, Dylan. Van lekker parfum. Oké, hopelijk gaan we nog goed? Onderweg, ja, zeker. Hopelijk ook onderweg een mushroom eiland. Oh, watertempel. Waar? Kijk. Oh, wat? Ja, hier links. Nee, hier links. Echt? Nee. Ja. Nee. Ja. Nee, nu troll je mij, ik vertrouw het niet. Nee, serieus. Ik heb serieus hier. Oh, had je het echt? Ja. Nooit. Ja. Wacht, is deze al geloot? Nee, deze is nog niet geloot, nee. Nee, maar hoe kan... Maar ik heb al... maar ik zeg voor de grap watertempel en... Er is opeens een watertempel. Ja, hoe kan het is serieus zo. Oké, ik ga de coördinaten even opschrijven. Wow. X 11.000. Jij wist het echt niet. Je maakt echt een grapje. Nee, dit is echt telepathie. Ja, ik tel gewoon voor de grap. 4.266. Zo, 42.000. Wow, dat zijn we al ver. Oké, ik ben niet meer aan het vliegen. Oh, kijk uit. Oh, dit is vervelend. We moeten nu serieus... Oh, kan je nog hakken? Ik heb jij blokken blij? Heb je blokken blij? Ik had één boomstam nog, dus ik heb vier houten van gemaakt. Oh, nice. Ik hoef hier alleen maar op te staan. En dan kunnen we van de vier weer wegvliegen. Oh, kijk. Oh ja, wow. Genoeg plateau. Oké. Okay. Hoppakee. Ja, welke kant? Nog steeds zuidoost? Ja, nog steeds het zuidoosten. Ja. Waar stond dat nou? Ik raak elke... Oh ja, east. Oké, ja. Oké, daar gaan we. Zuidoosten. Ben je er klaar voor? Ja. 1, 2. Go. Wat doe je nou? Sorry. Dat was een grapje. Kijk, mag ik eentje hoger? Ik kom springen. 3, 2, 1. 3, 2, nee, oké. 3, 2, 1. Go. 3, 2, 1. Go. Wow!
Ja, en dan spring je er weer vanaf. Ik sprong er niet vanaf, dat kwam door het beest. Zag je dat niet? Oh nee, dat zag ik niet. Je werd gehit. Maar wow, oh, ik wist serieus niet dat dit kon. Oh, ik vlieg. Wat was dat? Ik weet het niet, ik kwam in het water. Dus een heel streepje ijs. Oh my god. Oké, okay, let's go, man. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nice. Hoppa, kaas. Hoppa. Dat was nou, een beetje gek. Nou, gaan we even naar het zette oost, hè? Lekker, lekker, ik Dylan. Ik vloog gewoon over het water en daardoor ging het helemaal fout. Ja, het zag er zo grappig uit. Alsof je de moonwalk deed op ijs of zo. Dat was echt heel raar. Even kijken, ja. We gaan nog steeds die goede kant op. Ik denk laat serieus dat we wel in de buurt zijn, hoor. Ja, de map is want, bij mij goed aan het laaien. Ja. Aan het laaien. Hoppa. Zo, ik ga weer eens even een keertje in F5. Dit vind ik wel leuk. Ook al krijg ik wel de hele tijd die particles in mijn gezicht nu. Vloem, vloem, vloem. Nou, dat zie ik ook nog een beetje. We zijn weer aan land. Oh, hier ben je. Hoppa, hoppa. Zo, je gebruikt veel raketjes, joh. Ja, ik moet natuurlijk wel sneller blijven, ja. Oké, even kijken op het mappie. Ja, we gaan nog steeds goed, we gaan nog steeds goed. Lekker, lekker, Dylan. Oh, je kon me inhalen? Dacht het niet, Andrew. Dacht het niet. Ja, daar kom ik weer, koekhuis. Hey. Oh, is zo'n mushroom iets? Zoek je dat? Nee, mushroom eiland. Dit zijn inderdaad wel mushrooms, maar niet een eiland. Oké, okay, we gaan op zoek naar een eiland. Een hele mooie even mushroom heel eiland. Vlak langs de grond zo, hoppa. Hey. Stuntman. Ja, stuntman. Dan moeten we eigenlijk naar het zuidoosten. Dat lijkt me wel een ziek beroep hoor, stuntman. Ja, lijkt me wel vet. Gevaarlijk, gevaarlijk. Joh. Ja, ja, echt gevaarlijk. Kijk jij The Walking Dead, die serie? Die is heel populair. Nee, oh, ik heb ook twee. Nee, heb ik niet gekeken. The Walking Dead serie, ja, het is een beetje een droevig verhaal, sorry daarvoor. Maar wat doe je me dit aan? Ja, maar dit is echt heftig hoor, want er is dus een stuntman van The Walking Dead overleden tijdens het opnemen. Dat had ik gehoord, ja, dat kwam echt overal op het nieuws. Ja, het is echt super heftig, joh, echt bizar. Dat lijkt me echt bizar, voor iedereen die daar aan meewerkt. Zo, inderdaad. Die kan echt niet meer even normaal opnemen, denk ik. Nee, en ja, ik weet niet wat ik verder over moet zeggen. Want ik kijk de serie zelf ook. Dus dan is het, ik weet niet, misschien nog wel extra intens. Het zicht erbij of zo. Ja, dat je denkt van wow, ik kijk het altijd. En nu is gewoon, hé, een dorpje rechts. Hé, hey, gaan we kijken? Ja, laten we even kijken. En nu is dat gewoon in één keer zo boempats gebeurd. Weet je, dat is best wel heftig. Maar hé, hey, hoe ziet jouw Elytra eruit? Want is die wel nog heel... Ik ga even kijken. Dat vergeet eigenlijk iedereen, niet. Merk ik. Hij heeft echt een heel klein streepje nog. Maar dit is een butcher. Oké, die heb ik niet nodig. Laten we kijken of hier nog een cartographer is. De witpakkie? F-kap jij. F-kap. Hey, ik heb hem gevonden. Een cartographer? Dat is een butcher, laat maar. Sorry. Oh, ik wou net zeggen. Even kijken. Helemaal blij om niks. Dit is een ladderworker, oké. Okay. Oh, ik heb nog steeds die mining fatigue. Ik denk al, waarom heb ik die particles nog op mij? Maar ik begrijp het. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, wat ben ik blij met die knockback. Zagen jullie dat? Een ladderworker, cleric, oké. Okay. Ik haat die mini-zombies nog altijd. Ja, die mini-zombies die... Oh, man. Ook die mini-zombie pigments. Echt verwijderd van Minecraft. Ja, echt, hè. Kun je hier gewoon andere moppen bij toevoegen dan? Ik kan niet minen. Hoppakee. Klaar met die handel. Een cleric. Nee, ik denk niet dat we hier iets zullen vinden. Ik denk dat we gewoon maar naar de volgende moeten gaan. Hier, oh, wat doet die schaap daar op die mushroom? Wat doe jij daar? Nog een cleric. Oké, okay, nee, dat was het. Dat gaan we hier niet vinden. Maar dat geeft niet. We gaan verder. En volgens het map... Oké, okay, dit is mindfuck. Want ik zie één stipje rechtsboven en één stipje linksboven. Hè? Okay, dat betekent? We moeten gewoon naar het zuiden. Dan zien we vanzelf wel één van de twee naar beneden gaan. Dus we moeten nu alleen nog naar het zuiden. Dat is precies waar ik nu heen kijk. Daar zo. Oké, let's go, man. Ah! Zo so nice. Die zagen. Zo so nice. Oh, ik moet mijn pilletje innemen, anders dan word ik te druk. Kijk, zo meteen ben je ik heb medicijnen, hè, voor anders word ik te druk. Voor de Minecraft Survival. Nee, ja, speciaal voor de Minecraft Survival heb ik pilletjes. Nee, anders, gewoon omdat ik ADHD heb, wist je dat? Ja, dat wist ik. Maar ik ben nog nooit op getest, maar volgens mij heb ik dat niet. Nee, iedereen wel dat ik dat had. Ik heb even geen ADHD, voordat de mensen denken, ik heb het echt. Jij dacht echt dat ik het had? Ja? Ik dacht dat ik dat ook een keer had gehoord. Wow, Dylan, ik raak in een... Oh, daar ben je. Ik ben boven je. Dus ik dacht echt dat je dat had, hè? Wow, jij gelooft hem ook gewoon. Jij wordt goed gelovig. Maar ik dacht... Nou, niet per se gelovig, maar ik dacht dat ik het een keer had gehoord. Ik denk niet dat ik het heb. En dat komt omdat ik heb wel eens vrienden gehad. Oh mijn god. Nee!
Ik vroeg het serieus nog net aan je. Ja, ik zei nog, hij is bijna kapot, maar ik dacht misschien land je dan. maar ik heb dus vrienden gehad met ADHD en dat is niet te vergelijken met mij. Ik heb zo mijn momenten, laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben niet altijd druk, ik heb zo mijn momenten. Ik kan je soms gewoon een beetje uitleven. Precies. Op zich is dit wel een goed moment, Dylan, om gewoon te stoppen bij een gevaarlijk moment voor jou. Super nice. We gaan op deze manier het weekend in. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Ik vond het weer hartstikke leuk, heel erg gezellig. En dus alweer in Troll 3 in 1 week. Hoe vet is dat? Als dat nog niet een blauw duimpje waard is, dan weet ik het ook niet meer. Ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe minigame. Vergeet niet even het kanaal van Dylan te checken in de beschrijving, want die gast doet gewoon moeite om... het is nu ondertussen 12:30 in de nacht om gewoon nog met mij op te nemen. Dankjewel. Sorry, buren! Alsjeblieft, altijd. Maar super tof. Ik vond het gezellig. En fijn weekend. Fijne vakantie. Geniet er allemaal van. En peace.